gaan we. Racen met een CLS 63 AMG. Ik denk niet dat hij verwacht dat we bij hem bijhouden. Goedemorgen Drive Team kijkers en goed dat je weer kijkt in een nieuwe aflevering waarin we teruggaan in de tijd. En dit is het sleuteltje wat erbij hoort. Ja, wat is het? Heel bijzonder. Nou, je moet goed kijken. Dan zie je hier een sterretje staan en als je hierop drukt dan gaat er hier rechts al wat open. Ja, wat we vandaag hebben is iets heel bijzonders. Een klassieke Mercedes, maar dan met een compleet nieuw hart. Oftewel een 280 SE van Megatronic. Ja, wat een ongelooflijk mooi plaatje is dit. Een Mercedes 280 SE, de vlagbouw, een auto uit 1970. En toen hij uitkwam was het eigenlijk al een icoon. Als je deze auto in 1970, begin jaren 70, zou rondrijden, ja, dan was je wel even het mannetje of het vrouwtje. Want kijk eventjes wat een ongelooflijk mooie lijnen met die coupé lijn hier zo. En toen was het natuurlijk al een bijzonderheid. Nou ja, nu... We praten daar 2022, is dit nog steeds een enorme gewilde en dure klassieker. Want heb je er een in goede staat, dan moet je nu denken nou, aan 200.000 euro wel. Maar 200.000 euro, ja, dat is veel geld voor jou en ik misschien. Maar in de wereld van de mensen, van de grote verzamelaars, is dat vrij weinig. Zeker met de geldontwaarding van vandaag de dag. En wat kun je dus doen? Stel nou dat je 400.000-500.000 euro gaat uitgeven. Ja, dan kun je een Ferrari 812 Superfast of een hele mooie Aston Martin kopen of een klassieker. Maar ja, een klassieker heeft hier het nadeel dat hij ook rijdt als een auto vaak uit 1970, als een oude krant. Nou, wat is hier aan de hand? Dit is een 1970er Mercedes en die is naar Megatronic in Zuid-Duitsland. Megatronic moet ik natuurlijk zeggen, op zijn Duits. Dat is een fabriek, ja, daar worden oude Mercedes helemaal nieuw gemaakt. En met nieuw bedoel ik dus niet alleen maar aan de buitenkant, maar alles. En het allerbelangrijkste zit hieronder, want hier zit gewoon een 5,5 liter AMG blok in. Ja, hoe gaat die open? Dan zit hieronder waarschijnlijk een ergens een hengel. Nou, ik rijd niet dagelijks in een 280, waar zit die? One eternity later. Ah, ik zit weer eens te laag. Hier zit het knopje. Jongens, kijk even. Een compleet nieuwe 5,5 liter AMG. 360 pk. En alles is brandschoon. Maar ja, volgende stap. Je kan wel een modern blok erin hangen. Hij rijdt natuurlijk nog steeds. Dus alles, de vering, de demping, de remmen, de stabilisatoren. Alles is aangepast naar nieuw. En dan heb je dus een auto met de looks van 1970... die van binnen helemaal gewoon hageltje nieuw is. En dan kun je hier gewoon 200 plus mee rammen. En gewoon alle Porsches met twee vingers in de neus bijhouden. Ja, en het enige waar je het dan eigenlijk aan kan zien. Als je zo'n klassieker voorbij ziet stuiven. En dat is hier achterop. Megatronic. En dat zijn bepaald geen koekenbakkers. Dit is zeg maar in Mercedesland, in Zuid-Duitsland. Het is bekend bij Mercedes, het is bekend bij AMG. Top notch. Dit is zeg maar de topklasse van het restaureren, het verfraaien en het vernieuwen van Mercedes. Maar goed, dat Megatronic, dat bouwt niet zoveel auto's natuurlijk per maand. Je hebt de 280 SL Pagode, daar bouwen ze er een keer 6 per maand van. Van deze worden er hooguit 1 à 2 per maand gebouwd. De vraag is op dit moment mega groot. Ook uit Amerika, ook uit China, maar zeker ook uit Europa. Dus ja, dat zorgt ervoor dat er gewoon, als er zo'n auto is, de prijzen niet mals zijn. Nou, hou je vast. Zoals die hier staat, en dan komt die net uit de fabriek bij Megatronic. 400.000 euro ex de BTW. Dus zeg maar een goede 500.000 euro, dan heb je hem staan. En ja, ik heb het al gezegd hè. Stel nou dat je gewoon 10 auto's hebt en Ferraris en Aston Martins. En kijk ergens in Laren, Wassenaar, Amsterdam-Zuid. Er staan 10 Ferraris, er staan 20 Porsches. Dit staat nergens. Gaan wij er alleen naar kijken dan? Nee, natuurlijk niet.
We gaan ermee rijden en Duitsland is niet al te ver. En dan kunnen we misschien ook iets harder dan 100. En dat is natuurlijk wel gaaf met een oude bak, dus dat wil ik zeker zelf ook even meemaken. Maar we gaan hem eerst eens even starten, want ik denk dat deze wel klinkt als een echte AMG. Een 52 jaar oude beestje is tot leven gewekt en dit is normaal niet het geluid wat je daarbij verwacht. Je hoort een hing, 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 en dan... Maar dit is gewoon vroom, een real AMG sound. Lekker jongens, we gaan eens even een stukje rijden en ja, het zal wel droog blijven onderweg. Het is redelijk blauw, dus het komt wel goed. Hé, hey, ik heb er zin in. Kom! Hey jongens, we zijn onderweg in deze fantastische tweede. Oh, kijk dat stuur even wat groot. En dat was de toeter. Lekker toeter. Nee jongens, laten we even beginnen bij het begin. Want de Style Award voor de meest stijlvolle auto van 2022 op Driver's Dream. Ja, die is bij deze al gewonnen. Hè? Want wat is dit gewoon super, super gaaf. Het is... geen één. Kijk, als je voor een half miljoen in een of andere Ferrari 812 Novitec, is natuurlijk gaaf. Ik vind hem ook gaaf. Maar dan en heel veel mensen die steken toch niet een duimpje op, maar een andere vinger. Die middelste vaak. Nou, hier alleen maar opgestoken duimen. Iedereen vindt dit mooi. En wat is nou het mooie? Dat het rijden is wel van 2022. En dat gaan we zo wel zien. Maar dat merk je nu al. Rembekrachtiging, stuurbekrachtiging. Ja, dat zit er allemaal op. En dan kun je er gewoon, past niet bij de auto, maar je kunt er wel ongelooflijk gewoon hard de hoek mee om. En ik weet het. Er is natuurlijk een heel leger van puristen dat gewoon zegt van ja, maar een klassieke auto, daar mag je niet aan komen. Dat is heiligschennis. Het leer, dat moet wegkrakkeleren. En het moet allemaal oud en verroest en verrot zijn, want dan is het origineel. Ja, dat kan. En dat is vaak voor de restwaarde van zo'n auto wel goed. Alleen ja, als je zo'n ding gewoon wilt gebruiken, ja, dan kan je beter dit hebben. En hier, dit is gewoon, hier valt heel veel voor te zeggen. Want dit is gewoon super gaaf. De radio, de klok, de meters, alles is dus origineel gebleven. En als je zo in het interieur kijkt, dan is er niets wat eigenlijk... Ja, verraadt dat dit een Megatronic 2022 auto is. Maar dit is gewoon helemaal origineel. Totdat je bijvoorbeeld hier dit luikje opentrekt. Ja, een soort James Bond luikje met allemaal knoppen. Dat zit hier onder het middenconsole. Ja, en daar kan je dus de tractiecontrole en allerlei stabilisatoren kan je bedienen. En je wegligging, ja, dat hoort natuurlijk niet bij een auto uit 1970. Maar het kan wel. Maar het is echt ongelooflijk wat een job Megatronic heeft gedaan. Want ik rij nu 110, 120 en ja, windgeruis hebben we. Dat snap ik. Want het is natuurlijk een rechtopstaand raam. En de stroomlijn van een auto uit 1970. Maar kijk naar die kieren, naar die naden. Alles, het ziet er zo goed en perfect uit. Gewoon niets is aan het toeval overgelaten. Het is gewoon winnooi. En ja, die naden, het is... Ja, moeilijk om te omschrijven in de zin van, je zit in een klassieke auto en dat straalt het ook uit. Maar voor de rest, het ziet er zo waanzinnig mooi en alsof die gisteren uit de showroom is gereden. En in feite is hij dat natuurlijk ook. Want die auto, daar zijn ze gewoon 2500 manuren mee bezig. Het is niet dat je belt, doe er maar één. Sowieso sta je dan op een wachtlijst. Maar 2500 manuren, dus ze zijn er wel even mee bezig. Met zo'n auto. Ik rijd er nu even een half uurtje mee, maar dit is toch de ultieme daily driver. Je hebt gewoon de snelheid, je kan meekomen met verkeer. Je hebt gewoon altijd een 10 voor de stijlprijs en ruimte. Nou, geweldig. Alleen die prijs van een half miljoen, daar moeten we het nog even over hebben. Maar god, wat is dit gaaf. Ongemerkt zijn wij Duitsland binnengeslopen. En ja, gaan ze aan de kant. De Rolf. En we gaan 160 en dan trappen we het gas in. Kijk dan hoe die er vandoor gaat. Kijk dan.
Bij 220 schakelt hij nog even op naar de volgende versnelling. En kaarsrecht, hè. Kaarsrecht gewoon. Geen enkele fading, geen enkele dat het instabiel aanvoelt, dat hij gaat zwabberen. Helemaal niks. Als een trein loopt hij. Als een trein. Onwerkelijk dit. Echt heel onwerkelijk. 220, 230. Moet je nou voorstellen dat dit voorbij komt? Ik haal nu auto's in, hè. Wat denken die? Er komt zo'n oud beestje voorbij, ja. Onwerkelijk. Oh, wat gaaf. En kijk hoe die hobbels neemt. Als je daar met een Lamborghini over rijdt, dan boem, stuit hij. En nu gaat hij gewoon zo heel soepeltjes. Je ziet nu wel eens zo'n nieuwe S-klasse rijden. En dan Maybach met two-tone. Ja, ik vind het niet het mooiste. Of dit. Dit is toch super, super gaaf. Ja, jongens, had ik het geld liggen, dan wist ik het wel. En als met een mooie doordraai, kijk, even remmen. Vol met die maat 45 erop. En dan remt hij in. Kijk dan. Dat hoef je met zo'n oude 1970 echt niet te proberen. Maar ja, deze, hij helpt lekker een beetje over. En geweldig. En dan gaat hij. Jongens, 0 tot 100, ik heb geen idee wat zal het zijn. 4, 5 seconden, zoiets. Maar hij gaat er vandoor, ongekend. En wat ga ik nu al? 160. Autobaan op. Ah, wat is dit gaaf. ABS, rembekrachtiging, alles. Dat heb je ook wel nodig, hè. Als je zo'n auto natuurlijk modern maakt, ja, het is leuk dat je dat blok erin legt. Maar het is ook zo dat hij gewoon reageert als een moderne auto. Terwijl er zit toch nog die twist van dat klassieke, dat laagje eroverheen. Van dat windgeruis en een beetje zo dat gehobbel en gedoe. Nou, dit is fantastisch dit. Ja, ook hier, hè, kijk eventjes van binnen. Elk naadje, elke las is helemaal nieuw. Kijk even hoe dat ding eruit ziet. En ja, gaaf, hè. Maar nog even over dat model, hè. Wat is het een gaaf, ja, beroemd model, de 280 SE. De Flachkühler heet die origineel, oftewel de Große Flosse. Dat betekent dat hij die grote coupé-lijn hier heeft. En ja, dit model is gewoon tijdloos, een klassieker. En wat nou grappig is, moet je even hier aan de voorkant kijken. Omdat daar dus een nieuw modern blok in zit, zit hier een groene sticker met een viertje, oftewel Umweltzone 4, Milieuzone 4. Dat betekent dat je in Duitsland, waar je vaak met oude auto's de binnenstad niet in mag, hiermee dus wel. Hiermee kun je dus gewoon alle steden van München, Düsseldorf gewoon naar binnen. Omdat ja, de uitstoot natuurlijk iets gunstiger is dan met die oude hokken. Dus ja, hiermee mag je gewoon de stad in. Wat een beetje, 52 jaar oud en dit stamt uit een tijd dat er nog geen windtunnels bestonden. Althans, auto's werden niet ontworpen in de windtunnel. Er werd geen rekening gehouden met, hey, wat als ik een hond of een passagier aanrij en dat de hoek, dat die op de moot, ben je gek? Het ging alleen maar gewoon om status, om mooie vloeiende lijnen, om imposantheid, CO2-waarde, windstroom, nou dat hoor je wel. Daar waren ze niet mee bezig in ieder geval. En ja, dat heeft natuurlijk wel prachtige auto's opgeleverd. En vergis je niet, hè. Mercedes kwam natuurlijk Duits, hè, na de Tweede Wereldoorlog. Waren niet overal de populairste auto's, zullen we maar zeggen. Pas in de jaren 60, ja, is dat allemaal weer een beetje opgekomen. Dat is best de Odenice. Dat stamt echt uit die tijd, de jaren 70 en 80. Toen was Mercedes gewoon leidend wereldwijd in het bouwen van de beste auto's ter wereld. In Engeland, ja, bij Rolls-Royce, daar claimden ze dat. Want de Rolls-Royce is de best car in the world. Maar als je gewoon kijkt naar de houdbaarheid, gewoon hoe het in elkaar stak en wat niet wegrotte. Nou, dan was Mercedes op dat moment gewoon leidend in de wereld. Oh,
daar gaan we. Racen met een CLS 63 AMG. Ik denk niet dat hij verwacht dat we hem bijhouden. Ja, vriend. Ik wil van betere huizen komen. Kijk ze lachen. Ja, we zijn weer terug in Nederland. Dus terug in de 100 modus. Even zen op weg naar de eigenaar. Hè. En ja, wat me nou wel grappig lijkt is... Stel nou dat je gewoon met 220 nu ergens langs een lasergun rijdt. En je wordt aangehouden. En die denkt, hé, wat ben je aan het doen? En dan, meneer, 220. Echt niet. In dit beestje, dat ding is kapot. Dat kan niet. Dat is wel waar. Nou, de 280 SE bij Megatronic is weer terug bij de eigenaar. Die ik ontzettend wil bedanken dat we deze ervaring mogen meemaken. En ja, wat vind ik het gaaf. Ja, 5 ton. Ik heb het niet even liggen, maar er zijn genoeg collectors die als je een gaaf speeltje zoekt. Ja, dit is nou gewoon, hè, dit stands out from the crowd. Ik bedoel, dit is even iets heel anders dan... de zoveelste Ferrari of Lamborghini of weet ik veel wat. In ieder geval hoop ik dat je dit een leuke video vindt. Zo ja, like hem ook even. Hè. Subscribe to the channel. Oftewel, word friend van de brand Driver's Dream. En ja, dan zeg ik auf Wiedersehen en bis nächste Mal. Doei!